Bij de verkiezingen die op 25 mei 2020 zullen plaatsvinden, is ook een stukje creativiteit nodig. En dat zal dan ook de Pertien Luhur van Paul Sommaharje doen. Hun Meet the People campagne, die zij reeds geruime tijd houden en nu is gegaan naar een tweede versnelling, die zal een andere vorm krijgen. De PL die staat er bekend om hun volkswinkel en elke burger die kan nu vanuit huis hun goederen bestellen. Deze goederen zullen nu geleverd worden door de aspirant-kandidaten die dan gelijk een praatje zullen houden met de consument, kunt u zeggen in deze. We spraken hierover en nog enkele andere kwesties met PL-voorzitter Paul Sommaharje. U hoort Sommaharje. We hebben als partij de sociale kracht. We hebben de basisgoederen om de mensen dan wat ze nodig hebben te voorzien van de nodige behoeften. Geen pakketten verdelen. We hebben overal, over het hele land, misschien met uitzondering van binnenland, want dat is te ver om dat te organiseren. We hebben laatst in Nikeri een centrum geopend waar we vanaf die centrum kunnen basisgoeden verspreiden naar Wageningen, naar overal. En we zeggen van nee, het is goed, maar we kunnen het totaal volk niet bereiken. Omdat niet iedereen transport heeft, die het vervoer, ook hier hebben we basisgoederen. De mensen moeten naar hier komen om aan die goedkope goederen te kunnen komen. Wat gaan we nu doen? We gaan ingaan de 1 februari. Het openleggen. Dat wil zeggen dat iedereen kan mee profiteren. Vandaar dat zeggen we, meneer, van die basisgoederen die wij kopen bij de importeurs, bij de groothandel en tegen dezelfde kostprijs verkopen, willen we dan zodanig uitbreiden. En hoe gaan we uitbreiden? In 1 februari gaan iedereen, elke Surinamer, je mag niet uit of je PL of NDP of VAP, maar belangrijk, je woont in Suriname, we willen het volk tegemoet komen, kan je bellen, je krijgt een prijskaart van 50 basisgoederen, we weten suiker kost 4,50 gulden, olie kost 8 gulden, rijst van 5 kilo kost 50 gulden, omdat wij die vrachtkosten subsidiëren. Dus op dat moment, als je weet, wanneer je hebt behoefte aan die basisgoederen, kip, rijst enzovoort, kan je bellen op die nummers 1. En de volgende dag wordt die goederen bezorgd. Ja, hoogstens 2 dagen, want door die drukte, want we gaan over het hele land de zaak aanpakken, dan verwachten we een grote drukte van opbellen. En die goederen worden bezorgd door de mensen die zich nu al aandienen om dienaars van het volk te zijn. Aspirantkandidaten RR, aspirantkandidaten DR, aspirantkandidaten DNA, die gaan die goederen voor je brengen. Wij willen ook dat die aspiranten in beweging komen. Want als je het volk wil dienen, moet je bewijzen dat je in contact komt met het volk. Met andere woorden, volk van Suriname maakt gebruik van deze gelegenheid om goederen via onze telefoons, die worden niet doorgegeven, te bellen. En de goederen worden binnen 1 dag bezorgd. Je hoeft niet direct te betalen. Op het moment dat je die goederen in ontvangst neemt, betaalt u. Het mag niet zijn hoeveel je gaat bestellen, maar we worden wel de voorwaarden. Het is niet dat we als groothandel functioneren. Dat wil zeggen, je mag niet 1 karton olie kopen of 100 zakken rijst. We stellen limiet, elk persoon, elk opbeller mag per item 3 stukken kopen. 3 liter olie, 3 kilo suiker, 3 kilo aardappel, 3 kilo uien enzovoort. En dit is geen verkiezingssteun. Want dit we hebben we vanaf het bestaan van de partij, onze basiswinkelgoederen. Het is bekend bij de partij, de sociale kracht. Wij willen hebben dat dit ook voortgezet wordt na de verkiezing. Na de verkiezing wanneer wij dan terugkomt in een machtscentrum, dan gaan wij de
import reguleren. Dan gaan we dat ordenen in samenwerking met het bedrijfsleven, in het bijzonder importeurs en de groothandel, gaan we de zaak aanpakken. Het mag niet zo zijn dat op een bepaald moment er schaarste komt. Nu op dit ogenblik alleen Tjotelaar mag importeren of niet mag importeren. Iedereen mag importeren, maar alleen Tjotelaar krijgt de bijzondere faciliteiten. Ik heb gehoord vrij van import, vrij van dat. En zodoende gaan die voor de andere import niet interessant om te importeren, want je kan niet concurreren. We gaan het opengooien, ordenen, reguleren. Belangrijk is dat de goederen te verkrijgen zijn. Die geven een redelijke prijs met een misschien een winstmarge van 10-15%, maar niet hoger. En u zei het al, dit is geen verkiezingsstunt. Betekent dit dat u dit zal voortzetten, ook na de verkiezingen, met of zonder verkiezingswinst? Ja, dit is een beleid. Ja, dat is altijd een beleid van de partij. Ja, of we in de regering zijn of we niet in de regering zijn. Het is, je ziet het. We zijn nu in de oppositie. Zonder gebruik te maken van staatsfinanciën doen we dit. Het financiën van de eigen partij. Om het volk tegemoet te komen. Ja, want willen we inderdaad het volk dienen. Dat is voor ons belangrijk is basisgoederen. Ja, één, als mens heb je nodig gezondheid. Dat gaan we ervoor voor werken dat gezondheid dat garandeerd zijn. Dat je een basisverzekering hebben, niet als het nu het geval is. Je hebt een kaartje, maar je kan niet in Amerika voor bepaalde medicijnen. Twee, is de veiligheid ook belangrijk. Ja, je moet veilig zijn, want je hebt nu gewoon elke dag als je kraan open staat, hoor je berovingen, dit berovingen dan. En onderwijs. Dus naast gezondheid, heb je, om gezond te zijn heb je voedsel nodig. En dat is de basisgoederen. Goed voedsel, niet bedorven en bedorven aardappelen, nee. En goed onderwijs, om je verder te ontwikkelen moet je onderwijs hebben. En het leven moet veilig zijn. Je moet gegarandeerd zijn. Ja, niet zoals boter, zeg maar meneer. We hoeven geen tralies te hebben. Natuurlijk gaan wij tralies zetten, degenen die het hebben. Maar laat het algemeen een veilig gevoel hebben wonen in Suriname. En heer Somahardjo, we zitten al lange tijd weer bij u. En hoe loopt het met de voorbereidingen naar de verkiezingen toe? Nou, bijzonder goed. We zijn nu zo goed als klaar met de aspirantkandidaten van de DNA. Dat is onze idee. De andere partijen hebben het overgenomen, zoals u weet. We gaan nu overgaan naar de RRDR, want dat is belangrijk. Want we hebben gezegd, meneer, als wij niet in staat is de NDP minder dan 17 zetels te geven, dan komen wij automatisch naar de VVV-volksvergadering. U weet, om president gekozen te worden, de man die de macht heeft, engstige macht, moet je tweemaal kiezen in het parlement, met een 2/3 meerderheid, 34. Als je niet haalt, dan ga je naar de VVV. En VVV heb je meer dan 900 kiezers die moeten gaan stemmen voor de president. Daar is een gewone meerderheid. En het gevaar zit hierin. Als je maar een verschil hebt van 50 of 100, ga je sowieso opgeven. Want de NDP is bekend, dat vertegenwoordigers omkopen. Kijk maar, Waidu, Sapoen enzovoort. En natuurlijk is DNA veel duurder. Want ik hoorde, voor een DNA is de prijs $250.000 en een Ranger en een D-Max. Maar voor een RR, misschien is 10.000 en een fiets voldoende. Ja, dus daar houden we rekening. Dus de mensen die we gaan plaatsen, als de RR moet 1000 maal betrouwbaar zijn. En we gaan ook die kaalplukcontract laten tekenen. Opdat niet de mensen, niet de partij, maar het volk zeker zijn, het gevoel heeft, meneer, als ik op die meneer A ga stemmen, gaan hij mijn stem niet verkopen, zoals dit geval is. Daarom is de kaalplukcontract bijzonder van belang. We zijn nu bezig en we hopen dat we in elk geval voor eind maart klaar moeten zijn, want op 4 april zal dan de officiële kandidaatstelling goedgekeurd worden door de partijraad en dan op 9 april ingediend worden bij de Centraal Hoofdstembureau. We zien dat drie partijen, de VHP, die heeft van hun reeds achter de rug, dat was zaterdag. Maar we zien dat de NPS heeft aangekondigd ook een openjarige meeting te hebben. De ABAP ook. Hoe zit het met de PL?
De PL heeft dan de eerste helft goed afgesloten. Je weet, op 7 december, iedereen kan erover praten. Volgens mij is de vergadering van 7 de grootste vergadering in het jaar 2019 van alle partijen. Je kunt het met trots zeggen, maar we hebben de grootste vergadering gehouden. Het is ons geluk om overal in Nigeria, in Komwijnen, bij Museum, dat bewijs ook de grootste. En op 7 december de afsluiting, eerste ronde. We hebben gezegd, meneer, we zijn wel voor, maar de wedstrijd is nog niet afgelopen. We hebben een pauze ingelast, halftime, en nu starten wij. Op aanstaande zaterdag gaan wij in Resort Domburg grote meeting houden. En dan op aanstaande zondag 27 februari op Domburg. En dan hebben wij op 1 februari grote meeting in Javaweg, grote meeting, om ook een baasgoedemcentrum te openen. Daarna hebben we 2 februari in Weg naar Zee. En daarna 2 februari hebben we 8 februari in Komwijn. De voorbereiding is in helemaal volle gang. Want Komwijn willen we tenminste de tweede zin terug hebben. En dan hebben wij van 8 februari, dan hebben we 15 februari in Piliton. Dat is voor Para. En de grootste, in dit open jaar, de grootste meeting die gaat komen, is op 24 februari. Waarom 24 februari? Omdat wij zien dat het kwaad is begonnen op 24 februari 1989. Ze hebben onze democratie, het symbool van democratie, politiebureau, hoofdpolitiebureau, weggeschoten. Ja? En nu gaan ze elk jaar op het weggeschoten politiebureau daar feesten organiseren. En als tegenspel willen wij dan ook op die dag een grote massameeting houden. Dat is in Leiding, waar de markt is. Daar gaan we houden. We gaan laten zien, 1, dat onze aanhang veel groter is. 2, we willen zien hoeveel PL'ers nog bij de NDP zijn. We willen ook zien hoeveel VHP'ers, hoeveel NPS, hoeveel Surinamers nog daar zijn. Wanneer ze ons opscheppen en ons proberen te overbluffen, meneer, ik ga 36 zetels halen, dan moet je zien. Dan moet je laten bewijzen dat inderdaad aanhang hebben. En als je dat niet hebt, dan rest mij nog te overtuigen, we moeten opletten op eventuele verkiezingsfraude.